Wel, ik heb mijn werk gedaan. Maar dit was niet genoeg. Ik heb meer nodig. Ah, dat is mijn cape. Dat is fucking random. Dat hebben ze gedaan zodat Kingdom Hearts 2 nog steeds ergens op plaat. Soort ergens op staat. Ja, ik geloof het best. Al mijn vrienden, alles is verneukt. Daarom noemen we hem de Lingering Bell. Als je in Kingdom Hearts 3 terug zou gaan naar de Keyblade Graveyard, zou er dan nog een baasgevecht zijn met de Lingering Bell? Ik weet niet of ik dat zou willen of niet. Like, aan de ene kant is het ook awesome, maar aan de andere kant, ik heb al tegen hem gevochten in Kingdom Hearts 2. Of Misschien Riku tegen zou je van Terra. de af. Oh, dat zou cool zijn. Lijkt een ander vechtstijl erbij. Ja, nou, En en dan dan vol. is het een soort meester en leerling soort gevecht, weet je wel. Ja. Of weet je wat? Lijkt een ander. Of een ander ding. Like, dan ga je naar de Keyblade Graveyard niet voor Terra te bevechten, maar dan zie je hem ergens in de afstand gewoon daar Terra staan. Of zo zitten. Dat zou een leuk titel zijn. Then, my penis is day, hard. I will set this right. Ik mis mijn Dit is. cola. Deze arm is het niet lekker. Deze arm zit niet lekker. En de cape is een beetje te zwaar. En godverdomme, kan Xehanort stoppen met roken? Jezus, ballon, kun je niet tegen? Er zit een zand in mijn ogen en ik kan er niet bij. Overal nu. En ik moet naar de wc. Ik kan mijn armen niet uitdoen, help me. Oh, godverdomme. Hey, is dit die ene openingsscène van elke Kingdom Hearts main game opening? Everything makes sense now. Wie? En dat is hoe hij bij Sora kwam. Wie? Bedoel je Vernitas? Hij is toch Sora? Ladingsscherm, Ennis. Ladingsscherm. Aqua, you lost consciousness. Je hebt iets gedaan toen ik onconscious was, toch? Don't worry, I'm not that depraved. I have the horse in the back. Wacht, je bent depraved, dus je bent al depraved. I am sorry, but there was no sign of terror. It all started with Lollipore. Afterwards, I went to the animals. Which is how I met Mickey. Ik denk niet dat ik hierbij hoef te horen. Petters, word wakker! Ik heb je cola bij je! Fuck! Waarvoor heb ik alles de cola gedronken? Zie je zo lekker? Meh. I could not say. It is almost as though his heart has left. Wauw, waarom hoeft het niet zo dramatisch te zijn over de cola? Jezus. I know, right? Not. He may sleep like this for all eternity. Wauw, dat is jippie skippie. I'll keep him safe until he wakes. Forever if I have to. Ik heb de einde niet gezien, de speciale einde, maar. Oh, je zult hier zien. Nee, wat is er gebeurd? Nee, deze einde heb ik wel gezien, like. Maar nee, je zult de extra einde scène ook, weet je nog. Ja, maar.
Wat was er met, like, Benito's, Ventus' lichaam gebeurd, like, na deze spel? Dit is Ventus' lichaam. Ja, maar wat is er mee gebeurd? Like, waar is het naartoe gegaan? Waar is het naartoe gegaan? Benito's? Ventus. Ventus is fucking hier! Ja, maar ik weet, maar, like, na deze spel, we hebben nooit zijn lichaam gezien. Waar is dat? Castle of Oblivion, Ennis. Ventus will be able to find you when he will. Je zult zien, Jezus Christus. Eigenlijk, dit is heel graag een interessante scène van Kingdom Hearts 2, want we weten allebei wat er daar gebeurt. We zullen zien. Dat is wel leuk. Ik was het alleen vergeten toen ik dit speelde, want ik heb 3-2 of Memories niet echt gespeeld. Ik geloof in Ben too. Gosh, he's been as good a friend to me as anybody. And if both you and me believe in him with all our hearts, then he'll have two lights to follow. Instead of one. Maar dan is je wordt hij dan juist niet in de war. Maar welke licht moet ik nu volgen? De ene met grote oren of de ene met kleine oren? Maybe for good. Terra is niet weg. Ik ga wel voor de ene die een bonen krijgt voor dieren. Dit is fucked up. Nou, laten we naar de stats kijken. Crowd mode, 53 report completion, enemies defeated, 2008 tot 49. Meest gebruikte command, Chaos Blade, Monster Use Command Style, Critical Blade, Monster Use Dealing, Maleficent. Dat wacht ik niet. Playtijd 13 uur en 36 minuten, wat langer duurde dan mijn originele playthrough, dat duurde maar 10 of 11 uur volgens mij. Nu wacht ik niet wat je Maleficent vaker gebruikte. Maleficent duurde veel langer om te grinden, Ennis. Zie. Mijn god, dat is team. De main team is geweldig in Kingdom Hearts. Ja. Dat is met ook al dus muziek deeltje. Krijgen we ook die van? Nee, ik zie wel. We zijn van elke drie te zien, Ennis. Jesse, we hoeven geen ladingsscherm erin te doen. Proud Mode, 2099, Sonic Blade, Diamond Dust, Aqua, playtijd 12 uur en 41 minuten. Interessant. Nou, daar gaan we. Noise. Ik speelde dit op 2 uur bij de week, toen ik de 2 uur in de avond bij de week. Same. Wel, ik vroeg, want ik begrijp, je bijna niks te doen en het blijft toch wakker tot 4 uur voor andere redenen. Ik blijf, ja, fucking god. Zou je doen nou dat? Gewoon voor tot 2 uur in de s'nachts. Het is de beste tijd om het te doen, denk ik. Kan ik ook, als iedereen slaapt, fop ik ook. Interessant om te weten, dames en heren. Ik kwam naar hentai, dus. Jezus Christus. Ik heb niks gezegd. Nee, maar ik weet al wat je ging zeggen. Ik hoef niks anders te zeggen. Iedereen weet het zelf van voor hentai lollies. Proud Mode, 51%. 2211 vijanden. Bessara. What the fuck? Spellweaver, Ventus 7 keer. 10 uur en 8 minuten. Zoals te kort. Zelfs de kortere dus. Ja. En met dat gezegd... Wat zullen we doen, mens? Zullen we het afmaken met de laatste chapter? Of zullen we naar de Colosseum toe gaan? Nou, jij was degene die het bewerkte, dus ik weet toch niet. Ik denk... Nee. Maar wat ook, dan laten we eerst de vent afzetten naar de plek waar we hem verstoppen. Man, 7 duurt lang met de PlayStation 3, godsam. De enige probleem die we echt hebben met de PlayStation 3 is de laadtijden. Ja, maar de PlayStation 3 duurt heel lang om dingen op te slaan. Ja. Het ligt aan welk spel je soms doet, like. Want met Final Fantasy 10 heb ik niet echt zo vaak de probleem met laadtijden. Maar dat is ook gemaakt op... Nou, dat is ook op PlayStation 2, ja. PlayStation 2 hadden ook veel laadscherm, of niet soms? Ja. Even laten we een nieuwe 7 data maken voor
the final chapter. Final episode. Sorry! Ik bedoel, final episode, niet chapter. Excuse me, prinses. Zoveel mensen zijn zo boos op je vervelendheden. Eén van de mensen is ik. Allemaal dat je verkeerd uitsprak. Laten we dat maken. Nou, ik filmde wel eerst final episode eerst. Want ik wil niet overpowered zijn. Want ik wil niet de laatste baas verslaan en daarna dit doen. Want dan wordt de laatste baas hier veel te makkelijk. Weet je wel? Maar je krijgt toch een speciaal keyblade voor Aqua zo. Ja, dat is het punt. Wat bijna net zo sterk is als de ultimate keyblade. Is het? En ongeveer. Like, weet je, de keyblade die Aqua krijgt is 7 magie, 6 strength. De ultimate keyblade geeft je 7 attack en 6 magie. Deze team is perfect die gebruikt, by the way. Er is ook één punt waar ik denk van waar het echt perfect klinkt. En dat ga ik zo wel zeggen wanneer het er is. Wat? Dat is bullshit. I know, right? Hij gebruikt niet eens de eerste keyblade. Dat is zo benadruk. Deze stukje van het lied. Wordt volgens mij ook gedaan bij die trailer van World Quest Sleep. Een beetje, like, bij het eindstukje. En bij het conquest einde dat ik heb gedaan. Laningsscherm. Zieligste laningsscherm ooit. En dan wordt bespeeld met de kleinste viool. Ik denk dat die perfect is gebruikt, dit stukje. Vooral de... Wat zou ik zeggen, viool? Deze shot ook helemaal en de duisternis hier. Het geeft je echt een gevoel van alles is verneut gegaan. Deze wereld is overgenomen door de duisternis. Dus als... Sora dat zou willen, zou die Kingdom Hearts 1 ook terug kunnen gaan naar werelden die werden overgenomen door duisternis? En is... Sora is hier al geweest. Dude. Wacht. Huh? Fuck it, ik ben verward met deze plot en ik weet toch niet wat je zult zien, Dennis. In ieder geval, Aqua heeft ergens een keyblade gepakt wat ze gebruikt in 0.2, wat wel een leuke detail is. Ik wil dat ze juist die speciale keyblade gaan gebruiken die ze hier krijgt. Volgens mij gebruikt ze dit juist in 0.2, van wat ik me kan herinneren. In ieder geval, laten we hem hierin verstoppen. Want deze wereld heeft eigenlijk een... Dit is eigenlijk de wereld's finale vorm nog niet. Dus de wereld's laatste vorm die? Ja. Nee, dit is not even its final form, mensen. What the fuck? Master, there is one secret in particular you must know. Should anything happen to me, and you find the Legion of Darkness at our doorstep... Dat is heel specifiek. I ask that you take my keyblade and use it to lock this land away. Gelukkig is de keyblade niet verwijderd. Dat zou echt zijn. Allemaal volgens plan. Generations of Keyblade Masters have been charged with keeping this land safe. Light and darkness exist in balance here, and there are those who would abuse such neutral ground. This is why our predecessors devised a certain trick. Just use the key, and this land will be transformed. That day forward, all who visit this land will be lost to oblivion. None ever able to solve the mystery. None, Aqua. Except you. Dus waar is Fenty verstopt, Dennis? In een ladingsscherm. Het transformt op een reusachtig merk en dan gaan ze op de ruimtereis. Nee, dit is de Castle of Oblivion. Degene waar we Sora doorheen ging in Regains of Memories.
Wacht, is het... Wacht, wat? Dit is waar de organisatie naar zocht toen ze deze het kasteel gingen. Ze zochten naar Ventus, alleen ze konden hem niet vinden. Ventus zit nog steeds daar? Ja. Hij zit in een andere chamber. Ik denk dat hij in de Chamber of Sleeping zit en Zor in de Chamber of Waking, maar dat weet ik niet zeker. I know it's a lonely place. Is je mind blown, Ennis? Yes! Fuck! Zo, ik ga niet liegen, dat is best wel cool. Ja. Dat is erg cool gedaan. Mee eens. So, ik merk het niet dat ik het eerste speel, want ik heb Kingdom Hearts. Like... Nee, ik zou dit niet eens realiseren. Like, ik realiseerde me dat toen ik de kasteel zag en toen naar de kasteel keek van Richards of Memories bij de Let's Play van STB van... Oh shit, hier zijn we. Wacht. The Castle of Oblivion is in Twilight Town, though. Waar zijn we nu? Nee, dat is zijn eigen wereld. Like, Twilight Town zit er... Twilight Town is een andere wereld. Like, het zijn twee andere werelden, zeg maar. Een soort van. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Fuck it. Yeah, dit is Castle of Oblivion, maar in Twilight Town kan je naar de... Nee, kan niet. Maar Sora zat dat is Oblivion, maar toen werd hij wakker in Twilight Town en... Ik denk dat namelijk hij teleporteerkrachten gebruikte. Ja, fuck. Ja, laat ze dat zeggen. Tell me where to find you. Hoe de hel, wacht eens even, hoe de hel is dat hier, want hier was geen gas. Nee, kijk, nee, in het Reaches of Memories ging ze hier ook naartoe met zo'n gebied, weet je nog? Ik weet, maar like, in Reaches of Memories, de cutscene begon, like, de opening cutscene op de GBA. Minimo en Owena. Begon, like, op een grasveld. Ik kon niet meer bewegen, dus mijn controle werkt niet meer. Ik moest letterlijk het spel opnieuw starten, want ik was hier geglitcht. Oh mijn god. Kan je geen airdash doen, geen nope. Doeltje, geen flakken? Gewoon helemaal niks. En de vijand die naast me zit, wil me ook niet aanvallen. Hij valt alleen maar die fucking ton aan. En val, het is tijd voor de arena-gevecht. Geen zorgen, ze worden wel versneld. Dude, ik denk dat er een muziekglitch is. Nee, ik zit gewoon ik heb muziek aan de achtergrond aan het luisteren terwijl ik deze gevechten deed. En die tank heeft het opgenomen. Ja, maakt niet uit, want ik ging het toch versnellen met muziek in de achtergrond, weet je wel. Oh mijn god. Dus zat naar dit te luisteren. Ja. Of, nee, wacht. Ik weet niet waarom, maar ik had gewoon zin om deze team erin te doen. Ik ga ik mensen zacht te zetten, want volgens mij staat die beetje op. Zo. Dus wat is jij van de arena gevechten? De arena is leuk bij het begin, maar dan uiteindelijk begin je echt omvat te worden. Helemaal bij het eindstukje waarbij je moet grinden. Oh, dat is het ergste gedeelte. En de comment fucking boards, holy shit. dat was saai, maar het was erger met jou. Ik had gewoon shit geluk, like holy shit. Wat? Het is gewoon typisch ik met het bordspellen sowieso. Ik wil liever Mario Party. Like Mario Party, maar dan zonder de lol. Of je kan gewoon in Dragon Quest X Mario Monopoly spel spelen. Nou, deze duurt alleen niet zo lang, though. Like, je kan wel heel goed voor geld krijgen, maar... Dat is lijkt waarom. Dit punt heb ik geen geld. Nou, eigenlijk, je wilt de victory poses halen. Maar die krijg ik koop toch met medailles, niet met money. Nee, je hebt gelijk. Maar je wilt vier mega flares hebben, Ennis. Ah. Koop je dat wel, ja, door van money te verzamelen. En wat zullen we tegen de combined threat vechten, Ennis? Ah, deze baas. Nog steeds niet zo moeilijk. Nee, hij heeft alleen meer HP, maar hij is eigenlijk makkelijker nu. Want je hebt betere aanvallen nu. Oh. Heeft hij gewoon niet de speciale keyblade die ze zou krijgen in deze ding? Episode? Nee, want ik zit nu weer terug in mijn aqua episode, Dennis. Oh, is het een aqua's verhaal? Ja. Ik weet niet of je in de arena kan komen, maar je moet sowieso dat doen, want anders dan kun je niet tegen de superbaas vechten. Oh. Dus dan maak je het aqua's verhaal af, versta je de laatste baas nog een keer. Ja. En dan
Wat, ga je dan opnieuw de... Oh, wacht. Nee, nee, ik sla de laatste was nog een keer, want ik hoef niet de laatste was nog een keer te slaan om de geheime aflevering te doen. Nee, nee. Ik heb dit in de laatste was al verslagen, alleen ik laat het later pas zien. Ja, hoe erg veel zin had je eigenlijk met Mario Superstar Saga? Ik heb eigenlijk best wel zin, omdat... Ik had gewoon heel veel zin in de muziek. Er komt een remake nu uit op de 3DS, like, holy shit. Cool. Dat is ook in E3 gaan laten zien. Nintendo op E3 was geweldig. Ja, het was like wel heel veel coole spellen erbij, zoals Slackman. Ik had ook echt helemaal geen verwachtingen voor een Nintendo E3. Maar holy shit, ze hebben me gewoon zo, like, holy shit, ze deed echt goed. Ze waren de beste dit keer. Mijn part, als ik even moet zeggen, ik kijk niet naar EV's, ik let daar niet echt zoveel op naar wat voor spellen erbij hadden. Plus, ik heb de internet die me wel vertelt wat er nieuw gaat komen. Nou, je hebt veel gemist, dus fuck jouw internet. Ja, dat is waar. Ik heb niet op internet genoeg, Hennis. Nee, niet zo interessant voor mij. Hey, plus dat, en ik heb geen zin om tot 4 uur in de s'nachts wakker te blijven om daarnaar te kijken. Bietje? Hashtag tot een wheel gamer. Dude, ik word wakker pas om 9 uur, vergelijk met jou die wakker is om 12 uur of zo. Maar je kan later wakker worden. Niet wanneer je school hebt en stage. Ik doe dat nog steeds, ik zelfs op 9 uur word ik soms wakker hoor, holy shit. Nou ja, als je op stage zit, dan heb je gelijk, dan moet je... Ik heb wel goed slaap nodig voor school en stage. Ja, dat is wel een verhaal. Maar ik heb een thuisopleiding, dus ik kan dat doen wanneer ik wil. Twiste, als ik heb erin geslaagd, maar ik heb nog steeds geen fucking bericht gekregen. Dat duurt wel een tijdje. Oh kijk, je krijgt je Aqua's laatste ding. Nee, de ene laatste ding. Skyclimber. Oh ja, ene laatste, want die andere krijg je door ijsjes te verzamelen. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ah, dat zien we de... Oh nee, we gaan nog verder deze part, oké. Ladingsschermen! Oh no. Ennis? Oh no. Het is tijd voor die baas. Nou, ik vind deze baas niet zo erg om eerlijk te zijn. Het is de volgende baas dat ik echt shit vind. Van wat ik me kan herinneren. Dit is toch niet zo volledig... volledig kracht of niet zo, toch? Dit is not even my final form! Oh god. Maar het is best wel dichtbij, Deze vorm... Ik had er meer problemen mee in de bosrush, om eerlijk te zijn. Omdat deze zo moeilijk maakt, dus wanneer we daar komen... We komen wel daar. Fuck. Meestal moeten we door deze golf heen. Ja. Wegenflare heeft gelijk die tweede golf vernietigd. Oh, fuck yeah. En deze muziek is gewoon geweldig. Ik had van deze team. Weet je, ik had eigenlijk een andere set aanvallen voor deze plek. Wat dan? Ik had twee triple Kuragas, misschien een Sonic Blade. Kuraga, misschien twee Kuragas. En dan vervolgens Magniga met Fundaga. Meestal doe ik Magniga erbij, zodat ik die commentstijl kan sneller vullen. Maar ik wil ook meerdere commentstijls kunnen gebruiken, weet je wel. Grappig dat ze deze team volgens mij hebben genomen van Guilty Day. Ik heb gehoord, ja. Maar dat is niet de enigste. Ze hebben ook de opening team van Zero de Match. Is een beetje de Japanse vers van To the Fire and Flame. Mijn god. Ik weet dat het spel episch is wanneer het spel een Fire to the Fire and Flame parodeert. Ik weet het hoor, ik vind het zo goed klinkt hier. Nou, dat maakt het... Nou, het gaf wel zijn eigen touch erbij, van wat ik begrijp, dus... Dit is helemaal namaken. Dit was mijn Ultimate Team ook. Oh, nice. Ultimate is volgens mij een van mijn favoriete hype in de Mesh Neptunia karakters. Ultimate is geweldig, voor meer redenen. Ja. Plus, met haar hele karakterplot maakt het ook meer interessant, dus... Ja, daar ben ik mee eens. Zij heeft de meeste achtergrond de diepte in haar karakter. Waardoor ze juist het leukste karakter is van allemaal. Ik weet niet zeker of het leukste karakter, want ik kan niet kiezen. Het is allemaal leuk. Oh, dat wel. Ze zijn allemaal leuk, maar voor mij... Uzume is wel een favoriet.
Ik kan zien waarom. Het is een goede. Kijk, het is UTB. Zoals één iemand het noemt. Ik weet niet zeker over pedo. Dat is een ik bedoel, Orange Hart ziet er geweldig uit. Ja. Yeah. Ik ga misschien holy zeggen... shit, zoveel grote shits. Ja, ik ga... zijn allemaal dood met Deck of Flip. Misschien ga ik zeggen dat luister denk B, meer B is, like Nappy Gear. Wie is Nappy Gear? Nappy Gear. Wie? Nappy Gear. Weet je wel, met een vreemde gezicht en zo. Oké, dus ik heb hier een vraag. Like, van elke moment heb je een beetje de tuning gehad. Waar bij welke kant zou je het meest foppen? Word. Ah, Bird of, het is like Bird of D, want dat is ook weer Purple Heart. Was het komt dan lekker echt B? Ik verwacht de Iris Heart om eerlijk te zijn. Iris Heart, ik zou willen poppen, maar zet niet genoeg hentai. Oké, dan heb ik nog een vraag. Als er hentai, welke foto zou voor PvP's zou het meeste hentai willen hebben? Eerlijk gezegd, niet Hardish. Wat? Welke foto dan? Ik zit even na te denken. Even al deze baas. ik ga even verder nadenken. Maar deze baas is niet zo moeilijk, omdat hij wat meer like flinch door Sonic Blade en Triple Paragon volgens mij, maar niet echt volledig vorm heeft. Het ding is dat hij, flinst die vaak en het is dus een ronddraaiaanval, heel veel schade doet en je kan het bijna stoppen. Moet hij dat bewegen om ervoor te zorgen dat het niet geraakt wordt? Hij doet heel veel schade, is het probleem. Wat ergste is dat hij je kan besluipen met zijn fucking... Kooi. Wanneer je niet de juiste aanvallen hebt, op de juiste tijd, dan kun je doodgaan gemakkelijk erin. Het beste is om te doen is gewoon shotblock te gebruiken, want shotblock is overpowered of met de Triple Paragon. Ja. Maar gebruik gewoon shotblock. Of Sonic Blade. Sonic Blade is ook een optie. Probeer niet te guarden, volgens mij gaat het eindigen als je dat doet. Guard werkt niet op hem. Nee. Triple Frog en Sonic Blade flinch hem en wat nog meer heb je. En de shotblock stack geeft je onsterfelijkheid, waardoor je heel veel schade kan aanrichten. Gemakkelijk. Ja. Maar een shotblock punt ook volgens mij. Niet van wat ik herinner. Vooral omdat ik bij deze gezicht nooit shotblocks gebruik. Hè. Dat Triple Frog en Sonic Blade zijn genoeg voor mij. Snap je? Ja, maar de shotblock is overpowered, Dennis. Ja, dat wel. Het is pas letterlijk 2 of 3 bars eraf met die fucking shotblock. Het is pas like zijn volgende gezicht waar zijn hamer vuur krijgt, toch? Nee, weet ik eigenlijk. Samen krijgt hij ook vuur, alleen volgens mij wat meer range. De volgende ding. En toen zie je naar deze ladingsscherm. Oké, dus... Probeer even te add. Iets ook van naam hier.